openbare ruimte. En ik heb in het verleden samen met de gemeente Winterswijk gewerkt aan de PAS. Aan de PAS Bree, de PAS Hegge, de PAS Brink en de PAS Hof. En ik wil graag jullie meenemen in de ontwikkeling die wij samen hebben gemaakt met verschillende mensen, om uiteindelijk te komen tot het plan wat er nu ligt. En daarbij is uw inbreng, waar Ellen het net over had, dus alle opmerkingen die wij in het verleden bij u hebben opgehaald, op wat voor manier dan ook, is een belangrijke input voor dit plan. Maar de karakter en de uitstraling en de functionaliteit van de wijk, van uw wijk, die is ook heel erg bepalend voor het ontwerp. Uw wijk is namelijk een bloemkoolwijk en dat ga ik zo dadelijk uitleggen wat dat precies is. Het klimaat, waar Ellen het net over had, is een essentieel onderdeel in de inrichting van de openbare ruimte, waar we in Nederland ook aan het werk zijn. En zeker in Winterswijk gaat dat een belangrijke rol spelen. Die drie onderwerpen ga ik eerst behandelen. En dan ga ik met u het ontwerp uitleggen. Dat doe ik eerst door het straatbeeld uit te leggen en dan door de plankaart te laten zien. In het verleden zijn er heel veel tekeningen gemaakt door mensen, heel veel opmerkingen. Dat hebben we allemaal verzameld. En dat hebben we verdeeld in eerste instantie over de PAS. En bij de PAS, als we alle wijken kijken, valt op dat heel veel mensen opmerkingen hebben gemaakt over de groen en de biodiversiteit. Dat heel veel mensen hebben gezegd, de verkeersveiligheid, die moet meer onder de aandacht worden gebracht. Maar ook de verdroging, dus hemelwater afvoer, het verbeteren van het watergebeuren in de wijk moet anders. En vervolgens hebben ze gezegd, de kindvriendelijkheid en de jeugdvriendelijkheid, die moet beter. En het aantal parkeerplaatsen en de manier waarop er geparkeerd wordt, is ook een belangrijk onderdeel. Er zijn nog heel veel andere zaken als containeropstelplekken en erfscheidingen en stinkende riolering en de hulpdiensten. Maar dit zijn de belangrijkste onderwerpen als het gaat om de hele PAS. Maar wat heeft nou eigenlijk de PAS Hegge gezegd? De PAS Hegge die zei van, ook met stip op één, meer groen, beter groen en denk aan de biodiversiteit. Ook hier speelt heel erg verkeersveiligheid een rol. Meer dan in de hele PAS. Meer dan gemiddelde. Ook het water, het afvoeren van water en het verbeteren van de waterafvoer is belangrijk. Het verbeteren van de parkeerplaatsen en het aantal parkeerplaatsen is in de PAS Hegge heel erg genoemd. Sociale veiligheid was een hele belangrijke. En de langzaam verkeersroutes, die vallen vooral in de PAS Hegge, valt dat heel erg op. Die moeten ook verbeterd worden. Dus eigenlijk de paden waar de voetgangers overheen. En dan vervolgens de bereikbaarheid verbeteren. Dus de vindbaarheid van de woningen en de vindbaarheid van de straten of straatdelen verbeteren. Dat zijn eigenlijk de belangrijkste onderwerpen die jullie in het verleden hebben aangekaart. Als je daar goed naar gaat kijken, dan zijn er verbanden te leggen. Als het gaat om meer verkeersveiligheid, het verbeteren van de langzaam verkeersroutes, het verbeteren van de parkeren, dan vallen er een paar dingen in jullie wijk op. Er zijn op dit moment heel veel doodlopende straten. Doodlopende straten die zijn vaak aanleiding dat heel veel auto's gaan draaien en keren. En die ruimte die is er vaak niet. Dat leidt tot heel veel ergernissen van mensen. Die rijden een straat in en die moeten achteruit rijden om weer eruit te komen. Of die moeten op een hele moeilijke manier keren. Dat leidt ook meteen tot gevaarlijke situaties. Dus doodlopende straten is een groot nadeel. De bereikbaarheid van de woningen, dat heeft ook alles te maken met die doodlopende straten. Door die doodlopende straten zijn heel veel woningen moeilijk bereikbaar en is het voor hulpdiensten ook heel lastig om de weg op een goede manier te vinden. En dat wordt nog eens een keer gecombineerd door de manier waarop er in de wijk wordt geparkeerd. Maar en de vraag is, hoe kunnen we nou deze verkeersveiligheid verbeteren, de bereikbaarheid verbeteren in combinatie met het verbeteren van de langzaam verkeers? Hoe we dat gaan doen, dat leg ik u zo dadelijk uit. U woont in een bloemkoolwijk. Dat is misschien een beetje een rare term, maar als je een bloemkool uit elkaar haalt, dan zie je dat hij een dikke steel heeft en dat die steel steeds dunner wordt en dat er allerlei kroosjes aan zitten. Dat gebeurt ook in uw wijk. Als u vanuit de Ravenhorstenweg de wijk inrijdt, dan is dat een brede weg, een traditionele weg met aan weerszijden voetpaden. En als je verder rijdt, kom je op een woonerf. En als je nog verder rijdt, dan vertakt dat woonerf zich in allerlei smalle wegen. Dat is de reden dat ze dit een bloemkoolwijk noemen.
En dat is niet uniek in Nederland, want in Nederland liggen er heel veel bloemkoolwijken. De bloemkoolwijk heeft een bepaalde karakteristiek. Waarom is die bloemkoolwijk in het verleden zo gemaakt? Omdat ze eigenlijk de mens en het kind centraal willen stellen. Ze willen eigenlijk hebben dat de bewoner dat hij gebruik maakt van de openbare ruimte. En je ziet dat hier op de foto boven, hè, speelplekken, af en toe een auto, soms wat groen. Maar vooral de spelend kind, de voetganger en de bewoner, die staan centraal. En de auto is ondergeschikt. Het heeft daarom een hele erfachtige inrichting gekregen. Bestrating van deur tot deur. En ontmoeten, recreëren, staan eigenlijk centraal in het verhaal. En dat wordt gecombineerd met veel groen. En heel veel van die karakteristieken van die wijk vinden we nog terug in jullie bestrating. Of in jullie openbare ruimte. Het is nog steeds op sommige plekken heel duidelijk te zien dat er een erfachtige inrichting is. Op sommige plekken is het nog heel mooi groen, ook al groeit dat groen soms een beetje uit de voegen. Maar wat je ook ziet in de wijk is dat de auto door de jaren heen toch wel erg dominant geworden is in het straatbeeld. Het gedrag van de mensen die nu in de wijk leven en wonen en er gebruik van maken, dat gedrag vraagt hele andere eisen aan de openbare ruimte dan dat er nu mogelijk is. En daar zijn wij mee verder. Een derde punt wat erg belangrijk is, is het klimaat. En dat klimaat, dat merk je in jullie wijk op de volgende manier. Droogte is iets wat in heel Winterswijk heel erg voorkomt en wat alleen maar erger zal gaan worden. Hier een foto van de sloten die eigenlijk langs de historische laan liggen richting de boerderij Freriks. Die sloten daar heeft in het verleden water in gestaan, maar die worden eigenlijk staan hier nou continu droog. Een ander probleem is vernatting. We hebben te weinig water en we hebben te veel water. Op sommige momenten zal het zo zijn in heel Nederland dat de enorme regenbuien gaan vallen en daar zal ook de pas mee te maken krijgen. En dan moet dat water wel een plek krijgen. Hittestress leidt in heel veel wijken tot ongezonde situaties. We moeten ervoor zorgen dat de temperatuur die opgeslagen wordt, of de hitte die wordt opgeslagen in de bestrating en die wordt opgeslagen in de huizen, en die 's nachts wordt afgestaan aan de omgeving, dat is de oorzaak van hittestress, dat we daar met elkaar wat aan gaan doen. En vervolgens hebben we te maken met de afname van biodiversiteit. Dus het verdwijnen van bepaalde dieren, insecten en beplanting leidt ertoe dat andere dieren of andere beplanting een opmars ondervinden. En ik hoef jullie echt niet uit te leggen hoe het zat met de eikenprocessierups. Die bestrijding daarvan een paar jaar geleden, daar heeft de gemeente de handen vol aan gehad. En dat is een oorzaak, of dat is het gevolg van een afname van biodiversiteit. Deze vier punten voor het klimaat die zijn voor de pas eigenlijk de belangrijkste onderwerpen. En de vraag is, wat ga je daar nou aan doen? En eigenlijk is die oplossing niet eens zo heel erg moeilijk. We moeten gewoon zorgen dat er in die openbare ruimte minder verharding komt, dat er meer ruimte komt voor groen, dat groen gevarieerder wordt en dat we het water wat valt zo lang mogelijk vasthouden in de openbare ruimte of in de tuin. En die uitgangspunten hebben we meegenomen in de plannenmakerij. Dus uw inbreng, uw vraag was, maak de wijk veiliger, maak de wijk kindvriendelijker, doe wat aan groen en water en kijk eens naar de manier van parkeren in de wijk. In combinatie met het klimaat, minder verharding, meer groen en gevarieerd groen en water vasthouden. En als je dan vervolgens kijkt naar de karakteristiek van de bloemkoolwijk, dan ligt daar voor een heel groot gedeelte de oplossing. Door de voetganger en het kind centraal te stellen en de auto ondergeschikt te maken, kunnen we de verkeerssituatie veiliger maken. Door die erfachtige inrichting kunnen we ervoor, en door meer groen kunnen we ervoor zorgen dat de automobilist een ander gedrag gaat krijgen. En door een andere routing door de wijk kunnen we er wat aan doen dat de bereikbaarheid wordt verbeterd. En dat hebben we uitgewerkt in het plan. En de belangrijkste uitgangspunten voor de verkeerskundige situatie die zijn in deze tekening weergegeven. Wat we gaan doen is dat we gaan parkeren in clusters. We gaan geconcentreerd parkeren. Dat zijn deze rode vlekken die overal verdeeld liggen door jullie woonwijk heen. En we gaan dus niet meer de auto
overal maar neer kunnen zetten straks. We gaan parkeren in de vakken en dat doen we geclusterd. Daardoor ontstaat er meer ruimte op straat. Een andere ingreep die we gaan oplossen, die we gaan doen, is dat we zoveel mogelijk de doodlopende wegen, en dat is vooral aan het eind van de pasheggen, dat we die gaan oplossen. Dat we de doordlopende wegen oplossen doordat je daar straks in de toekomst kunt doorrijden. En dat combineren we in heel veel situaties met inrichtingsverkeer. En doordat we inrichtingsverkeer introduceren, maken we de rijbaan smaller. Daarmee winnen we ruimte. En die ruimte die zetten we in voor enerzijds parkeren en anderzijds voor groen. En het inrichtingsverkeer zorgt ervoor dat je kunt doorrijden, kunt rondrijden in de zoektocht naar parkeerplaatsen of in de route om de wijk uit te komen. En daarmee voorkomen we ook dat de ziekenwagen, de brandweer, zich vastrijdt in de wijk. Dus dat zijn drie belangrijke ingrepen die we als verkeerskundige situatie als uitgangspunt hebben gesteld. 1. Clusteren van parkeren. 2. Het oplossen van doodlopende wegen. En 3. Het introduceren van van inrichtingswegen op bepaalde plekken. Dit is een voorbeeld van een geclusterde parkeerplaats. De auto's die staan hier naast elkaar. Daar staat een haag rondomheen. Daar ligt een open verharding in. En via die open verharding vangen we het regenwater op. En dat regenwater wordt opgeslagen en gebufferd in de ondergrond. In de huidige situatie zijn er 71 auto's geteld in de openbare ruimte. Dat hebben we op verschillende dagen, op verschillende tijdstippen in jullie wijk geteld. En die auto's, dat zijn niet alleen parkeerplaatsen, maar dat zijn alle auto's die in de hele wijk geparkeerd staan. Met uitzondering van auto's die geparkeerd worden op eigen terrein. In de nieuwe situatie brengen we ongeveer 180 parkeerplaatsen terug. En dat zijn echt formele parkeerplaatsen. Wat betekent dat voor het straatbeeld? Ik ga zo dadelijk inzoomen op de plankaart, maar eerst wil ik met jullie naar het straatbeeld. Hier ziet u een stukje pas heggen. En hier ziet u vooral wat een enorme lange doorkijk deze weg heeft en wat voor breedte deze straat heeft. Met andere woorden, het is relatief makkelijk voor een automobilist om hier harder te rijden dan de toegestane snelheid. En het is hier heel makkelijk om illegaal te parkeren op plekken waar je dat liever niet hebt. Wat we gaan doen met dit straatbeeld is dat we als eerste de bestrating van tuin tot tuin helemaal gaan vernieuwen. In die plaatbestrating gaan we beplantingsvakken uitsparen. Die beplantingsvakken die kunnen we op verschillende plekken en op verschillende posities ten opzichte van elkaar realiseren. Die beplanting, hoe die eruit komt te zien, daar ga ik het zo dadelijk over hebben. In die beplantingsvakken zetten we bomen en struiken. Soms zijn dat bomen in de vorm van een stam met een kroon erop, maar soms zijn dat ook wat grotere struiken. En het voordeel van deze combinatie is, we gaan het heel veel variëren, zodat we tegemoet kunnen komen aan de biodiversiteit, aan de insecten, de vogels en de bijen. Belangrijk is dat je altijd onder die bomen of struiken door kunt kijken. Dus vandaar dat deze struik opgekroond is, zo wordt dat genoemd. Je kunt er altijd onder door kijken, waardoor de bestrating of de straat altijd heel overzichtelijk blijft. Hier zijn de parkeerplaatsen gesitueerd op deze plek. En we gaan het straatpatroon wat hier ligt, gaan we nu breken door een ander type bestrating te combineren met de gebakken materialen die nu in de wijk liggen. Dit zijn grasstenen en die grasstenen die leggen we rondom de parkeerplaatsen en de groenvakken om zo het water te infiltreren in de ondergrond. Uiteraard moeten we ook rekening houden met alle ondergrondse voorzieningen die daar zijn en dat is iets wat we ook overal in kaart hebben. Dit is een hele brede straat en je ziet heel goed ten opzichte van de eerste foto dat we het doorzicht hebben gebroken, dat we inspelen op het gedrag van de automobilist. En dat er meer recreatiemogelijkheden in de straat komen. Maar soms heb je ook te maken met hele smalle straten. Dit is bijvoorbeeld een smalle straat zoals we die een tijd geleden in de Pasbree hebben gerealiseerd. Daar heb je veel minder ruimte. En we maken de ruimte zo tussen die groenvakken dat er 3,5 meter ruimte blijft bestaan. En daarmee dwingen we het inrichtingsverkeer af. En 3,5 meter ruimte is voldoende om daar met een automobilist
voetganger en een fietser als het ware tegelijk langs elkaar te kunnen. Dus dat is een soort standaardregel die overal wordt gehanteerd en die altijd bij eenrichtingssituaties worden gebruikt. En het grote voordeel daarvan is dat ook de vuilniswagen en bijvoorbeeld de ziekenwagen hier makkelijk doorheen kunnen slingeren. Dus zowel brede als smalle wegen hebben we allerlei normen die vertaald zijn in het plan. Hoe komt het groen er nou uit te zien? Dat groen kunnen we op verschillende manieren vormgeven. We kunnen bijvoorbeeld hele mooie brede hagen maken. Maar misschien zegt u wel, onze voorkeur gaat meer uit naar bloeiende beplanting. En misschien zijn er wel andere mensen die toch meer voorkeur hebben bij groenblijvende beplanting. Daar willen we in de toekomst met u nog over gaan praten. Maar misschien is het interessant om daar wel een denkrichting aan te geven. Dus als u een reactieformulier heeft of met de mensen van de gemeente in overleg bent, om daar al wel over na te denken hoe dat eruit zou kunnen. Maar die plantvakken, dat zouden we ook kunnen combineren met recreatiemogelijkheden. Ik kan me voorstellen dat we ergens in de wijk een picknickbank maken. Ik kan me voorstellen dat we werken met zitranden of zitelementen. Dus we hebben verschillende mogelijkheden om die groenvakken die op de tekening staan, om die op verschillende manieren in te vullen. Dit is de hele plankaart. Hier is de Ravenhorsterweg. En aan deze kant ligt eigenlijk de boerderij met eigenlijk de historische laan. Ik wil zo dadelijk met jullie de verschillende deelgebieden gaan behandelen. Eerst ga ik het hebben over de laan, de historische eikenlaan als het ware, die langs jullie wijk loopt. Daarna ga ik het hebben over de entree-situatie, dus aan de kant van de Ravenhorsterweg. En vervolgens kom ik op de twee andere deelgebieden. En als laatste zal ik het fietspad wat door de wijk heen slingert en wat eigenlijk de ontsluitingsroute is voor fietsers, daar zal ik als laatste op in. Maar als eerste de historische laan. Wat we willen doen is dat we de historische laan, de bereikbaarheid vanuit de pas van deze historische laan voor fietsers en voetgangers willen we graag verbeteren. Want deze laan willen we gaan omvormen tot een doorfietsroute. En die doorfietsroute, dat is de route tussen de sportvelden van Jaspers en het centrum van Winterswijk. Nu zie je nog wel dat het geasfalteerd is. Asfalt is van mindere kwaliteit, maar we willen eigenlijk dat helemaal gaan opknappen, zodat je eigenlijk een doorfietsroute krijgt die langs de wijk ligt. En dat wordt de hoofdverbinding voor de fietsers. En het is dus vanuit de hele pas straks makkelijker om het fietspad in deze historische laan te bereiken. Dit is de entree van de pas Heggen. En wat je ziet is dat het een hele traditionele inrichting heeft. Een rijbaan met aan weerszijden een voetpad. En die rijbaan die heeft ook nog een bepaalde breedte. En we hebben heel lang een doorzicht als het ware. En de parkeerplaatsen die zijn aan de zijkant in parkeerhoven neergelegd. Soms staan er mooie volwassen bomen in de straten. En je ziet heel duidelijk een scheiding van verkeer. Wat we gaan doen in de hele pas is dat we een erfachtige inrichting gaan maken. Met die erfachtige inrichting gaan we verkeersgebruikers mengen. Dus dat betekent dat we de straten smaller maken en dat fietsers en voetgangers van dezelfde ruimte gebruik kunnen maken. Dat doen we ook in de nieuwe situatie die we gaan realiseren bij de entree van de pasheggen. We gaan op verschillende plekken parkeerhoven maken, parkeerkoffers. We gaan groenvakken aanbrengen op verschillende plekken en het rechte karakter wat de straat op dit moment heeft, zal voor een heel groot gedeelte verminderd worden door het aanbrengen van bomen en groenelementen. En daar kunnen we mee spelen en daardoor staat er een heel ander straatbeeld wat veel groener is en waar de auto als het ware doorheen moet slingeren. En op sommige plekken kunnen we voetloopstroken tussen groenvakken en de tuinen realiseren. Dus dit is eigenlijk het eerste gedeelte van de pas Heggen. En hier gaan we de traditionele opvatting van de weg gaan we omvormen tot een erfachtige inrichting. Een duidelijke wens van de bewoners in de sessies die we met mensen hebben gehad, om ook in deze situatie de verkeerssnelheid van de auto naar beneden te krijgen. Een andere belangrijke wijziging, dat is de verbinding van de pas Bree met de pas Heggen. En dat zal ik op een volgende tekening laten zien. Hier ligt de pas Heggen.
En wat we gaan doen, en het bovenste gedeelte is de Pasbree. En de zijweg die vanuit de Pasbree, die is op dit moment, dat is een doodlopende weg. En daar gaan we een ontsluiting maken via de Pasheggen naar de Ravenhorstenweg. Dat wordt voornamelijk gebruikt door de bewoners die aan deze kant wonen. Dus het zal niet zo zijn dat die weg door heel veel meer verkeer gebruikt zal gaan worden. Bovendien is het een eenrichtingsweg die daarop aansluit. We doen dat om de doorstroming voor de bewoners, maar vooral ook voor de vuilniswagens en voor de brandweer en ambulances, om die te verbeteren. Het tweede stuk van de pasheggen waar ik het met jullie over wil hebben, dat is dit gedeelte. Dat zijn de huisnummers van 70 tot 114 en van 134 tot 144. En dat is het gedeelte wat eigenlijk doodlopend is. Zoals ik al heb gezegd, gaan we dat doodlopende karakter gaan we opheffen. We gaan er een eenrichtingsweg van maken. En je krijgt dan lussen. Je kunt dan rondrijden, waardoor de bereikbaarheid verbetert. Waarbij de toegankelijkheid ook verbetert. En waarbij we de veiligheid ook verbeteren. Belangrijk daarin is dat we daar inspelen op het gedrag van de automobilist. Zien en gezien worden is heel belangrijk als het gaat om veiligheid. En dat gedrag, dat kunnen we beïnvloeden door juist de wegbreedte te versmallen en door op sommige plekken groen elementen aan te brengen, zodat de auto, dat doorzicht wat in de wegen aanwezig is, in de straten, dat we dat tot een minimum gaan beperken. Dat is eigenlijk dit gebied. Je ziet dat het parkeren wel voor een heel groot gedeelte gehandhaafd blijft, maar dat je straks kunt doorrijden naar andere delen van de pasheg. Dit is zo'n gebied. Je ziet, dit is een parkeerplaats. Het heeft een groen karakter. Maar er is ook heel veel bestrating, heel veel verharding. En je ziet ook dat de overgang van de bebouwing naar de openbare ruimte, dat dat best wel hard is en dat dat best wel een opknapbeurt mag verdragen. In de toekomstige situatie kun je hier straks gewoon als een eenrichtingsweg doorrijden. Je komt hier aan, je parkeert je auto, je rijdt hier weg en je kunt via die kant het gebied uitrijden. Dat zie je een beetje terug op dit gebied, in deze tekening. Er zijn straks smalle wegen waar veel groen in staat. Op plekken waar veel ruimte is maken we parkeerkoffers. En je kunt vaker rondrijden dan nu de situatie is. En dat zal leiden tot een andere verkeersstroming en andere verkeersbewegingen in de wijk. Maar dat zal ook leiden dat er meer ruimte is voor groen en recreatie op straat. En dat de voetganger en de fietser, dat die gewoon meer ruimte krijgen om de straat en de openbare ruimte te gebruiken. Dan als laatste, dat is eigenlijk de huidige fietsroute die dwars door jullie pasheggen heen gaat. Deze fietsroute die zal wat minder gebruikt gaan worden door mensen die niet in deze wijk thuis horen. Of die door deze wijk, die de wijk passeren, zo kan ik het beter zeggen. Omdat we aan de zijkant een volwaardige nieuwe doorgaande fietsroute maken. Dat betekent dat deze route wel in stand blijft voor fietsers. Zodat u nog steeds via deze route uw achtertuin kan bereiken. Maar het zal ook meer gecombineerd worden met voor voetgangers. Kenmerkend aan deze route is dat er heel veel groengebiedjes tegenaan liggen. Die groengebiedjes die hebben nu allemaal nog een wisselend karakter, een andere uitstraling. En op sommige plekken hebben buurtbewoners die plek al opnieuw ingericht en die hebben daar insectentuinen van gemaakt. En wat zou het mooi zijn als we langs deze hele route een soort vlinder- en insectenroute van kunnen maken, zodat we wat samen wat doen aan de uitstraling van het groen op deze plek, maar dat we ook wat doen aan de biodiversiteit en aan de flora en de fauna. Dat is eigenlijk de route die dwars door jullie wijk heen gaat. Nou, jullie hebben mij gevraagd, want ik ga langzaam afsluiten, om wat te doen aan het groen en wat te doen aan de biodiversiteit. Jullie hebben mij ook gevraagd om na te denken over de verkeersveiligheid, over de langzaam verkeersroutes, over het aantal parkeerplaatsen en de sociale veiligheid en het water. Nou, zoals jullie op de tekening hebben gezien, kunnen we meer groen realiseren op het moment dat we smallere wegen gaan maken. Smallere wegen, dus eenrichtingswegen, dat zal ertoe leiden
dat er meer verkeersveiligheid komt en dat er meer aandacht is voor langzaam verkeersverbindingen in de wijk. Door die smallere wegen en die eenrichtingswegen kunnen we ook de bereikbaarheid en de toegankelijkheid van onder andere de hulpdiensten, kunnen we daar meer verbeteren. En we kunnen ook nog eens een keer extra parkeerplaatsen. Dit is eigenlijk de plannen zoals we die op dit moment hebben gemaakt. Ellen heeft al gezegd, het is een eerste schetsontwerp. Wij hebben heel veel input van jullie gekregen. Dat proberen we zoveel mogelijk in dit plan te realiseren. Maar we zijn ook heel erg benieuwd naar de reactie die jullie nu op dit plan hebben. Dus ik dank u in eerste instantie voor de aandacht die u voor dit plan heeft. En dan geef ik nu het stokje weer over aan Ellen, zodat zij de vragen kan opnoemen die gesteld zijn. Dankjewel, Reinier, voor de presentatie.